Ik heb nou een hele rare melding. Dat gaat nog niet helemaal goed. We hebben een storing aan de generator, schijnbaar. Shit. Ik zit te wachten op een telefoontje of op een berichtje, want ik moet zo vertrekken. Ik kom al. Het is toch geweldig. Ken je dat? En vlak voor vertrek. Ik druk die hendel in. Ja hoor. Batterijtje leeg, hè. Gaan we nog even vervangen. En dan kunnen we vertrekken. Ik heb nou een hele rare melding. Even kijken als ik wegrij. Ja, ik zie het. We hebben lekkage, jongens. Moet je even gaan kijken, jongens. Dit gaat weer helemaal nergens over. Dat heb ik dan weer. Ik ben dus onderweg naar Amsterdam. Maar voordat ik vertrok, had ik meteen alweer een nieuwe uitdaging. Koelvloeistofmelding. Ik moest dus eventjes koelvloeistof halen. Maar jongens, hoe wil je de dag weer starten? Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik heb een locatie doorgekregen waar ik moet zijn, zodat ik met auto en al aan boord kan gaan van de Gibraltar. Het welbekende schip van Erik en Diana. Voor degenen die nog niet weten wie Erik en Diana zijn, ik zet hieronder even een linkje van hun kanaal. Superleuk om naar te kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan hijsen. Nou, we hebben nieuwe jongens. Gaat die omhoog? Of gaan alle in de wielen? Met de hand tillen. Dan gaat het niet helemaal soepel. Dit is toch wel een ding hoor, jongens. Op zout water. Nou, de antennes waren zelfs omlaag, zeg je dat? Nou, voor elkaar, die staat. Ja mensen, ik stel jullie graag even vooraan. Hey, ik ben Johan. Hey Johan. Hey. Dit is Rals. Goedemorgen. Ja, en om het even heel moeilijk te maken, dit is ook Rals. Oh, Rals 1 en Rals 2. Ja. Dit is mijn hok. Dus de living. Ja, gigantisch hè. Dus je kunt televisie kijken. Je kunt ook via mijn laptop kun je Netflix kijken. Ook nog. Maar dit is dan de toilet, alles. Tada. Alles is gewoon schoon. Ja, netjes hoor. En dit is jouw vertrek. Mijn vertrek? Ja. Mooi. Ben je nog goed? Dus ja, je moet alleen even opmaken. Even kijken. Dan heb je het andere vertrek. Oh ja. Kookeiland, alles. Alles erop en eraan. Koelkast, allemaal voedsel. Fruit. Ja, dat is wel goed voorzien hè, hier. Ja. Dit is de jongens gaan vertrekken. Oh ja. Ja, ook een nette doucheruimte. En dan hier een beetje een opslagruimte. Dus eigenlijk nog een slaapkamer voor eventueel nog iemand. Ja. Ik vind het niet zo netjes om nou bij de jongens binnen te kijken. Omdat nee. Het hier ook toilet. Kijk, dat is ook een goede. Een belangrijke. Dat is voor het laden, als al het laden los zijn, dan hoeven ze niet telkens helemaal naar binnen. Bij. Oh, zo. Dus dan blijft alles een beetje meer schoon. Ja, mooi scheepje. Ja. Dat is bijna je vakantie, is dat je nou moet werken, maar... Nou ja, soms voelt het niet eens als werken. Nee, hè? Nee. Dat geloof ik. Het bepaalt wel, het geeft ook wel een bepaalde rust, hoor. Ja. Nee, dit is het vertrek dus. De jongens die zijn al de boel aan het losknopen, want we gaan gelijk vertrekken. Ja, Johan was natuurlijk al eerder in Amsterdam en heeft al geladen. Dus onze bestemming wordt nu Rotterdam. Netjes in de mand, gelijk opruimen. Je hebt er ook geen last van, hè? Dan blijft de dek schoon. Ja, we zijn al los. Nou, tot ziens Amsterdam. Tot de volgende keer. Wat een geweld, hè? Daar gaan we. Nou, wordt tijd voor koffie. Yes.
Ik zag net behoorlijk de PK's loskomen dat we weggingen. Ja, even ja. Dan zie je wel even een stukje geweld loskomen. Oh wel. En hoeveel PK's liggen er nou? 750. 700 per motor. Dus twee motoren, dus 1500 PK. Ja. Dat is wel pittig, ja. Nou, we hebben ook wel een eend, hè? Dat is wel een eend. 100 in motor. Ja. En niet iedereen zal het meteen begrijpen, maar ik vind dit zo fantastisch dat ik dit mag meemaken. Ja, goedemiddag aan de I3 en dan bestemd voor het Amsterdam Rijden. Je kan daar zeggen, dat is dank u. Enige tijd geleden, op de verjaardag van Diana, waren we in Amsterdam en raakte ik in gesprek met Johan en daarna ook met Erik over dat ik een keertje mee wilde varen op de Gibraltar. En hier ben ik dan. Het is alsof een droom die uitkomt. Dat is wat zo, hè? Ja. Ik had natuurlijk met jou een afspraak gemaakt. Ja. Van ik mocht mee, maar dan moest je wel gebak halen. Ja. Ja. Klopt. Hebben we wel voor elke dag meegenomen? Ja, ik heb sowieso wel voor 2 dagen. We zullen zien of jij je afspraak nakomt, want ja. Ik heb het nog steeds niet gezien. Ik had nu al 3 uur in die auto. Ja, maakt alles wel heel spannend. Nou, you never eat so good in your life. Lang zal die leven. Ik wist niet dat je jarig was. Ik was ook helemaal niet jarig. This is very nice. Zeker. Maar het vaart heel anders, want dan zit je voorop, onderhand met je ja. En dan heb je precies hetzelfde effect. Want ik vind het op zich wel een mooi ding, maar ja, moet je kijken waar je achterop bent. Hier, LNG. Ja. Generatorpacks. Ja. Ja. Dat is wel een mooie, ja. Ja, zeker. En toch ben ik wel gek op flybridges hoor. Heb jij ook een flybridge? Nee. Oh. Wie kijkt joh, hij zit wat in ons. Hij is aan het sturen joh. Jezus. Ja, maar is dus niet slim. Zo. Wie kijken? Dat is niet slim. Van. Ik ga wel even een bandje afbellen. Ja, die vond het spannend hoor deze. Moet je kijken wat een mooi ding joh. Ja. Ik ben al voor hem afgeremd, maar als ik door had gedraaid. Ja, dan had hij nou nog lopen slingeren. Schitterend ding. Ja, hij was bijna klaar dat ding. Ja. Ja, had ik hem voor een prikje ook voor weinig over kunnen ja, kopen. Ook hier op het achterdek. Hoppatee. Ja, goedemiddag, de Gibraltar aan de binnenkant. We gaan schutting naar buiten. Naar buiten gaan, ja. Die zijn door een mooie in de bakbosluister. Die komt er. Oké, okay, het is dank u wel. Ik vind dat wel heel bizar, want je ziet dan die ruimtes ertussen. Ja, het is soms wel minder. Ja. Maar ja, als het past, dan past het. Dan kun je ertussen. Ja, moet ik het zeggen. Hou je hem gewoon strak tegen de wal. Ja. 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 Achter ons. Misschien vindt hij dat mooi. Nou, maar ja, weet je,
Dat is vroegwater. Ik draai juist opzettelijk rustig voor hem. Ja. En dan gaat hij vlak achter me zitten. Want... Zijn de lijn komt de voorraad van Vreeswijk uit, gaat in de afval. Wat verwacht je dan? Ja. Dan vaar ik heel rustig weg voor hem. En dan gaat hij nog in mijn schroefwater zitten en lopen stuk. Duik iets wat achterin. Ja, dan gaat hij nu proberen voorbij te lopen. Ja, ook waarschijnlijk weer te dicht. Ja, ik wel meer afstand hebben wel geleerd, denk ik. Oh ja, dat is allemaal moeilijk. Ja. Johan die vroeg of ik even wilde zitten om eens even dat gevoel te krijgen van het varen. Hij zegt, ik ga naar de wc. Zit je dan? Dat is wel heel bijzonder. Het is toch wel iets groter dan ik gewend ben. Smakelijk. Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Ja. Ja. Nou, dat gaat lukken. Even kijken. Even lekker eten. Maar hoort er ook bij natuurlijk, hè? En Johan die zei al, hij heeft een goede kok. Toch mooi werk dit, Johan. Waar word je klaar? Nee. Ja. Het nadeel is dat je veel van huis bent, maar ja. Het voordeel is dan ook dat je ook weer veel thuis bent. Even later is het al pikken donker aan het worden. Heer, ik doe even een sexy lichtje op. Oh, kijk, zie je het? Dan moet je, als je dit gaat monteren, dan moet je even zo'n saxofoon muziekje erbij. Sexy. Ja. Nee, maar dat is dus iets wat in die vrachtwagen ook zat. Ja, maar dit is gewoon... Dit is een nachtlichter. Ja. Het zijn mooie plaatjes zo in de avond. Al die lampjes. Ja, we varen Rotterdam binnen. En kijk eens, wat een fantastisch uitzicht, mensen. Tropicana, ja. Dat dat dicht is. We kijken. Het ziet er ook heel vervallen uit. Zonde. Echt zonde, ja. Zwembaden zijn er nog steeds, alles is binnen nog intact. Ja, voor mij is dit dus echt Rotterdam op zijn mooist. We zien hier trouwens dat een deel van de verlichting defect is. En dat komt door een eerder ongeval met een containerschip. Verlicht dek, dus is ook even leuk. Ja, Johan vaart achteruit de haven in en het is natuurlijk ook net zo makkelijk omdat we er niet kunnen keren en kunnen we ook sneller vertrekken. Maar we zijn aangekomen en de dag zit erop. Goedemorgen. Dat we gisteren aankwamen, toen lagen we dus met 3 schepen op rij. En vanmorgen dat ik wakker werd, keek ik naar buiten en liggen we er nog alleen. Dus Johan heeft dus in de nacht nog de boot moeten verplaatsen. Ik heb niks gehoord. Echt helemaal niks. Maar ik zit dus nu net te kijken. Er staan hier natuurlijk allemaal leuke dingetjes in het raam. Maar kijk eens even goed. Zie je dat? Ja, dat had ik helemaal niet gezien. Gaaf man. Maar even een kijkje nemen buiten. Je bent hier natuurlijk om te filmen. Dat wil ik de hele tijd vergeten, joh. Ik voel wel een beetje als van de bemanning, weet je wel. Ja, ja. Ik denk, er zit nu een admiraal beneden. Dus ik zal maar een beetje mijn best doen.
Maar kun je het verschil zien of niet? Nou zeker, je bent goed bezig. Ja, ik heb het dagen hoor. Kom maar dan. Ja, maar dat mag eigenlijk niet hè. De reclame hè? Ja, maar ja, misschien heb ik wel wat met ze afgesloten en bepaalde. Ga je er nou een balkje voor zetten? Ja, ja. En voor je ogen? Wat voor spul zal dit dan zijn? Nou, op afstand, dat ziet er... Dat moet eigenlijk nog één keer, zie je? Ja. Even uitpoetsen. Ja, ik was dus eigenlijk even lekker aan het editen. Eindelijk. Sorry? Sorry? Nee. Nou, maar ik kwam eventjes hier en toen... Toen zagen we onze kapitein, ja. En die gaat nou schillen, dacht hij. Dus, nou ja, je vraagt wel eens wat en dan zeg je ja, ga ik doen. Hè. Nou, ja, ja. Maar ik wil dus eigenlijk gewoon vandaag als schilknaap... Schilknaap. Die kan ik wassen, die kan je wassen. Ik ken. Ken je? Ja. Mag ik? Ja, klaar flesje. Zo. Dat ziet er lekker uit, hè. Het ruikt goed, jongens. Dan lijkt het net alsof ik aan het koken ben, hè. Ja, ik heb goed gekookt. Ja. Dat wel. Ja, en dan hebben we hier nog wat, hè. Kijk. En dan gooi je er nog overheen, hè. Dan gaan we er doorheen gooien. Mag het kosten. Ja. We hopen dat Erik en Diana het niet zien. Wat doen we aan het vieren? Gaan wij er allemaal opeten? Gaan wij allemaal even nassen zo meteen? Zeker. Lekker man. Mag ik even kijken? Jij mag even kijken. Never eat so good in my life. Oké jongens, dan verder eten. Ja, die huur kan koken. Lekker hoor. Ja, weer een hele goede morgen. We hebben net even een bakkie gedaan. Het was namelijk zo dat we eigenlijk 's middags al weg zouden gaan. En dat is niet doorgegaan. Dus we kregen wel 3 verschillende tijden uiteindelijk. En vervolgens is het nu de volgende ochtend. En er was zelfs nog sprake dat we 's nachts zouden moeten gaan verkassen. Maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Het is de volgende ochtend en we zijn ons aan het voorbereiden. En dan gaan we zo meteen vertrekken om te lossen. Oh, heerlijk. Hier zitten we aan de koffie. Goedemorgen, ja, dat is mijn tweede al. Je hebt alles alweer gereed gemaakt, hè? Daar was je net druk mee. Ja. We gaan vertrekken, hè? We gaan vertrekken, ja. Bootje ook al liggen, Johan? Ja, klopt ja. Dat is, daar ben ik vooral aan het sparen, een beetje. Kom dan. Ja, ik ben niet ver meer af. Lopen. Dat is omdat de buren die hebben net de papieren klaargemaakt en die worden dan weer overgedragen aan Johan. In de verte zie je de kraan, die laat een slang zakken en die wordt zometeen aangesloten bij ons op een van deze buizen. En dan kan de lading overgepompt worden van het ene schip naar het andere schip. Johan is vervangen. Ja, de small Johan. De small Johan, de nieuwe Johan. Ja, yeah, the first, so I started now the pomp. Yes. Ja, the engine for the pumps and also boat thruster, they are the same. So here you can see the RPMs here and there. Also for it, also the temperature, there. So now we need the first foot of 24 to 25 cubics. So I start only tank one, I let it warm up and I go and open it. And then the discharge will be commenced. Okay. Something like that. A long story short, it is like that. Thanks for the info. Yes, sir. Okay. Het overpompen van de lading neemt nogal wat tijd in beslag, dus in die tussentijd kunnen we allerlei andere dingen doen. Laten we eens even een kijkje gaan nemen in de keuken, want volgens mij is het alweer tijd
om zo meteen te gaan eten. De kok van today. That's right. It smells delicious already. Het is real boat life, hè? Dit. Worden gewend hier ook. Hè? Nou ja. Oké. Het was weer een lange dag. Veel wachten. Inmiddels is Johan naar bed. Vaak was er net klaar, dus ik denk, laat ik hem even uitruimen. Moet toch gebeuren. Almost 11 o'clock, bijna 11 uur. Begint er nu goed uit te zien. De nieuwe Johan is still sitting there. Enjoying life. He's enjoying life, but also doing his job. Still a bit to go, like hour. 1 hour. Yeah. And it's almost 12 o'clock. Then it's finished. Ja, roughly after midnight we finish. Goedemorgen. Ik ben echt net opgestaan. Want vandaag begint de dag iets vroeger. Kijk. Net even voor 3 uur. We gaan opstaan en dan gaan we weer eens wat doen. Ja, bij elk begin van de ochtend is er maar één ding heel belangrijk waar we mee beginnen. Ja, dat is een goed begin. Dit is dus een lampjestuk. En Johan is die even aan het kijken of ze dat kunnen vervangen. Anders mogen we niet vertrekken. Hé, hey, wat een klein beetje vertraging, hè? Ah, oh, een klein lampjestuk, ja. Nee, maar het is in ieder geval weer opgelost. Wij kunnen van de pet, zoals jij dat zei. Eerste pet. De eerste pet. De pet is de afkorting van petroleumhaven. Ah, zo. Eerste pet, tweede pet, derde pet, vijfde pet, vierde pet, zevende pet, zesde pet hebben we ook nog. En dat was het dan. En dan gaan we nu een plekje opzoeken om te wachten op een nieuwe tocht. Even een tukje doen nog. Ja, we varen inmiddels weer en we zoeken dus een plekje zodat Johan nog even kan bijtanken. En dan wachten we waar we naartoe mogen. Weer een verrassing. En ook nu vaart Johan gewoon weer achteruit. Het is net inparkeren. All lines on deck. En het is wat drukker in de haven, dus we gaan weer dubbel liggen. De kans is aanwezig dat Johan er dan vannacht nog een keer uit moet als de buurman weg wil. Even een tukje doen. Even tukje. Ik zeg welterusten. Dankjewel, hè. Jullie ook. Het is nou wat minder goed weer. En dan denk je, Johan, die is. We zijn hier met z'n allen aan het wachten. Maar in die tussentijd is Johan keihard bezig. Net als de bemanning, natuurlijk. Ik zie dat je wel lekker bezig bent. Ja, moet een beetje bijhouden, hè. Zeker. Anders zit je s'nachts in het stuur en dan. Wordt het zo mistig door de ramen? Ja, dan denk je wat is mistig buiten, terwijl het helemaal niet zo is. Ik was een beetje benieuwd hè, hoe hoog die stuurhut kon, hè? Ja, zeker. Je had het over een soort noodprocedure. Stel, ik zie op het laatste moment zeg maar, hé, die brug, daar passen wij niet onderdoor. Ja, dan gooien we die stuurhut even versneld omlaag. Ja, dit zijn dan van die interessante weetjes natuurlijk, hè. Dat als je dus, je hoort het wel eens, je ziet het wel eens voorbij komen op Facebook. En dan is zo'n hele stuurhut te barsten. Dus. Ik wil wel eens een stoel staan, joh. Ja, ja. Doe hem even op zo'n hoogste stand. Dan gaat hij, hoor. De bel, of de sirene die gaat om de mensen te doen. Ja, dan weten ze beneden dat er wat aan de hand is. Dan ga ik naar zijn hoogste stand. Dan heb ik nog eigenlijk nooit op die hoogste stand staan, hoor. Ah, dit is de hoogste stand. Oké. Okay. Hij moet dus uit, ja, dan kan ik net misschien over die containers kijken, weet je wel. En met één druk op de knop gaan we versneld naar beneden. Oh, dan moet ik niks aanraken. Daar gaat hij. Gaat hij gewoon behoorlijk snel naar beneden. Ja. Boom. Daar was hij. Zeker. En toen zaten we onder water. Mooi man, goed systeem. Ja. Dat is allemaal. We gaan weer terug omhoog, naar de normale hoogte. Ja. Dat is net een lift, hè? Maar dit moeten wij ook behandelijks testen, hè? Dit. Dat wel werkt. Kunnen we gelijk afvinken? Dan kunnen we afvinken, ja. Mooi. Mooi, hè? Ja, we liggen dubbel. Dat zie je wel. Maar ik vond het leuk, want de kopje steekt net uit, hè? Even voor de naam. Ja, hier vlakbij zit dus een winkeltje. Dan gaan we eventjes een kijkje nemen. We liggen hier nu toch aan de wal. Kunnen we gelijk even lekker lopen. Is ook wel even lekker. Misschien nog wat lekkers meenemen. Voor bij de koffie bijvoorbeeld.
Dan kreeg het advies natuurlijk van een van de bemanningsleden. En winkeltje heb ik gevonden. We hebben lekker wat voor bij de koffie gehaald. Ik heb even lekker wandelingetje gehad. Zo ongeveer een loopje van 18 minuten heen. Dus ja, lekker. Het is alleen jammer, want het begon zo mooi vandaag. Ja, het is weer regenachtig, jongens. Denken ze wel dat we alleen maar gebakken eten hier ook. Ja, maar wij hebben ook zoveel verjaardagen in deze maand. Ja. Dus ja. Elke dag wat te vieren. Zo, nou lekker Ruud. Lekker gebak. Eindelijk weer. Ja, je had het wel beloofd zo'n beetje, weet je. Dat was al zo lang geleden weer. Dat was een voorwaarde. Ja. We zouden elke dag elke gebakken. Dag. Dat heel Holland bakt. Dit man is de biggest, maar dat take this one. Yes. Because I'm a sweet guy. You sweet guy, yeah, I know. Smaak het jou hoor. Heerlijk. We lagen natuurlijk net dubbel, dat gebeurt wel vaker. En nu gaat de buurman vertrekken. Manning aan boord, in dit geval Ralf die de boot aan het losmaken is, hebben een marifoon bij zich. Op het moment dat het schip los is, kunnen ze namelijk direct doorgeven aan de kapitein dat het schip los is. Schip is video. Dan zien we een beetje de crew, hè, wat ze aan het doen zijn. Ja, klopt. Kok Johan heeft zich weer helemaal uitgesloopt. Moet kijken. Even een schoteltje. We gaan eens even lekker eten. Nou, we hebben een storing aan de generator, schijnbaar. Dus maar even kijken wat het is. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Je hebt af en toe storingen, ja. Ja. Nou, die volgende generator hebben we echt nodig om te stoken, want het is de zwaarste. We gaan eens even bij Ralf kijken, wat Ralf aan het doen is. Dat is onze technische man hier. Ralf, de technische man? Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. So what do you see, my friend? Dat is goed. En de vrouwvelder? Ja, het ziet er wel vrij schoon uit, ja. Everyone is mechanic. Dat klinkt het wel naar. Nou, dat ziet er niet zo gek uit. How does that look? Not even that fucking dirty. Ja. Nou ja, change it. Geef het een kans, Frans. Af en toe de lading opwarmen, zeg maar. Dit is de ketel zelf. Dit is een expansievat. Dit is de compressor. Ja. Gebruiken wij bij het laden los ook, of bij het lossen dan. Dit is onze centrale compressor, zeg maar. Ja, tijdens het koppelen, dat je dat terugblaast of zo? Ja. Ja.
Als je afkoppelt, zeg maar. Ja. Product eruit blazen. En ook voor onze strippenpomp en zo. Dan doen we dat. Dus. Ja, dit is de generator voor de boelschroef. Oh, kijk, ja. Ook voor de Marfrex-pomp. En de Marfrex-pomp, dat is? Dat zijn de diepwelpompen aan dek. Oké. Dat is een put, een tank, zeg maar. Daarom heet het ook diepwel. Die zuigt al product eruit. Oh, zo. Ja. En dat is dus in combinatie met dit? Ja. Dat zag je niet aankomen, hè? Deze zijn niet aankomen, joh. Hey, dit is mijn machinekamer, Rut. Voor is dit onder controle. Dat is een probleem met de generator, ja. Maar het zijn de hoofdmotoren, D16's. Ja. Fijne motoren, niet zoveel last bij je ook. Dus allemaal goed. Stuurmachine, generator, noodcompressor. Ballastsysteem. Soms zijn wel ballasten natuurlijk. Ja, voor als je zo goed als leeg bent. Dat je... Ja, ja. Ja. Een beetje drang achter hebt. Mocht het nou heel echt hard waaien, zeg maar. Kan je wel voor kiezen om die dubbele zaaien ballast in te zetten. Dat doen we niet vaak. Aan dek hebben we ook een ballastpomp, dus echt voor die zaaien. Zeg maar. Een schitterende, schone werkruimte hier, hè? Wel, hè? Ja. Wel. Nou, een boilertje. Een UV-lamp ertussen zitten. Ja, en ik zag ook dubbele leidingen, dat je kan... Spoelen, ja. Ja. Dat is tegen die legionella bacteriën. Dat doen we elke week. Spoel even met heet water. En dan kan je switchen. Ik weet zeker dat ze... Naar de kloten zijn. Zeg. Ja, ja, maar je kan dan zwitsen dat je ook koudwaterleiding door kan spoelen met heet water. Ja, ja. Als wij dan brand hebben in de machinekamer, dan sluiten we alle ventilatieopeningen. Doe ik alle motoren uit. En dan kun je boven zo'n hendel overhalen. Dan kan je alarm ook en dan krijg je lucht weer. Dan gaat vuur uit. Dit zijn de ventilatoren. Die zuigen lucht naar binnen om een overdruk te creëren. Maar ik heb ze dan onder het varen ook wel aan natuurlijk, als het heel warm is. Dan wordt die meer lucht naar binnen geblazen en dan wordt het ook geventileerd, want daar staan de ventilatieopeningen open natuurlijk. Ja, ja, ja. Even de haren in de balkamer, zeg maar. Dan zie je het een beetje. Zie je dat? Ja. Hoor je? Het is echt gewoon een liftrap. Ja. En als wij hierin moeten, dan heb je zo'n rode pen. Zie je hier hangen? Ja, een grote rode pen, dan kun je dan... Ja. Die kun je dan hierin houden, hier. Als veiligheid. Als je dan wat wil doen, schoonmaken of wat dan ook. Dan kan die nooit verder naar beneden als dat. Nee. Dat is een beetje het verhaal. Ik vind het een hele mooie, goed onderhouden motorruimte. Ja, we doen ons best. Ja. Ja, dit is een transformator. Een transformator, dus is voor de walstroom. Oké, okay, ja. Een soort scheidingsdraver dan. Juist. Ja. Dus elke keer dat wij gaan bunkeren, dan gaan die kabels in. Ja. En als dan de bunkertank op een bepaald niveau komt, dat is een extra veiligheid, dan slaat die af automatisch. Dat doen deze. Oké. Okay. U-boot, bakboot. Staat er ook op, dan staat het ook daar. Kan het eigenlijk niet fout? Dat het niet fout gaat. Ja. Zo, Ruud. Ben jij klaar om weer naar huis te gaan? Nou, eigenlijk niet, maar... Nee, dat dacht ik al. Bed is afgehaald, dus ik ga deze ruimte wel missen. Bouwkrachten? Gibraltar? Nee, dit bekend kort. De Gibraltar die komt de Vieselhaven uit, een monding en dan richting Dokka, de Oudenstein. En vlak voordat we de kraan gaan gebruiken om de auto weer aan wal te kunnen zetten, komen we erachter dat hij niet... Not working. Then you have to tell Johan I'm still here for 8 weeks. When it's straight, you have this weight, when it pulls it down, so then it comes a little bit out and it throws it straight, you know? Yes. That it's, no, it will not tangle up. But now, this is a problem. This is a big problem. Gibraltar berichten, de Diabora wil naar de nieuwe kade toe. Door mijn gemeente net de Vieselhaven ingegaan.
rijdt en eruit varen we 7-8 bijna voor de mondenvisa. Ja, oké, dan ook even een beetje rustig. Nou, net voordat we aankomen bij de stijger waar we de auto aan wal zetten, wordt er nog druk gewerkt om de kraan te laten functioneren. Zo te zien doet hij het weer. One moment is working, next already broken again. Ja. Watertaxi gaan erop uit, hè? Ja. Even kijken hoor of het goed gaat komen. Ik denk dat die antennes weer gaan ook even plat. Thank you for this nice time on deck. Ik zie jou. Heel erg bedankt. Ja, nee, het was gezellig. Het was heel gezellig. Ja. En tot de volgende. Voordat ik de video ga afsluiten, wil ik Erik en Diana heel erg bedanken. Johan en de bemanning ook super bedankt. En ook nog een volger die het duimpje heeft gebruikt om een donatie te doen onder de video. Het is The Glue Guy. Super bedankt hiervoor. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.